Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken veel wolkenvelden over Nederland. Af en toe misschien een enkele opklaring, en vooral in het zuiden en zuidoosten is de bewolking wat dikker en daar kan van tijd tot tijd wat regen vallen. Temperaturen liggen in de ochtend tussen 7 en 9 graden en het waait flink, vooral langs de kust meestal hard windkracht 7 en in het Waddengebied zelfs af en toe stormachtig met windkracht 8. Vanmiddag komt er weinig verandering in het weerbeeld. In het zuiden valt af en toe regen, in de rest van het land is het meestal droog. Bewolking overheerst, het is 8 tot 10 graden en het blijft waaien. Ook vanavond, maar dan breiden opklaringen zich langzaamaan over het land uit. Alleen in het zuidoosten valt dan nog wat regen, bij een graad of 7 gemiddeld over het land. Morgen een wisselend weerbeeld. We hebben te maken met brede opklaringen. De zon schijnt van tijd tot tijd, maar er vallen ook een paar felle buien. Er is kans op onweer en hagel en het wordt 6 tot 8 graden. De wind blijft stevig doorwaaien, hoofdzakelijk uit een noordwestelijke richting in de middag. Donderdag, dan periode met regen en opnieuw hogere temperaturen. En ook vrijdag en zaterdag is het wisselvallig. Van tijd tot tijd staat er veel wind, de zon heeft niet veel ruimte en het is aan de natte kant bij een graad of 10. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl